Het nisje van het Mariabeeld aan de Dorpstraat in Woensdrecht is leeg. Het zwaar beschadigde beeld is eruit gehaald. Het staat nu tijdelijk, even verderop in een loods van de gemeente. Ja, de neus is eraf, een stuk van het oog en hier ook een stuk van het oog. En de voet is stuk. Helemaal kapot hè? Ja. Denis Oerlemans had het beeld net weer helemaal opgeknapt. Wekenlang heeft ze eraan gewerkt. Ik heb het beeld helemaal schoongemaakt. En dan heb ik de, ja, dus de delen die stuk waren dan heb ik uh, opnieuw... Uh... In de klei of gips of wat dan ook gezet wat nodig was. En dan heb ik het opnieuw overgeschilderd. En dat werk moet nu helemaal opnieuw. Ook de mensen in het dorp hebben er geen goed woord voor over. Ja, het is weer weg. He. Schandalig. En dat niet de eerste keer dat dat gebeurt. In zo'n uh, leuke gemeente hier in Woensrecht, dat dat gebeurt eigenlijk. Ja toch? Nee, heel moeilijk. Ja, respect voor elkaar en dat mis je dan. Wie er verantwoordelijk is voor de vernielingen is niet bekend. Maar in Woensdrecht hebben ze zo wel hun vermoedens. Jeugdvertegenwoordigers zeggen: ze hebben niks anders te doen, denk ik. Ik ben boos. Ja, maar dit slaat gewoon nergens op. Dit is pas gerestoreerd en uh, een paar dagen later was het weer weg. Het zullen wel weer de bekende groepen zijn die het vernield hebben, neem ik aan. En uh, ja, dat doet gewoon pijn. Het beeld verhuist de komende tijd dus weer terug naar de Nieuw-Oerlemans voor opnieuw een uitgebreide opknapbeurt. Daarna plaatst de gemeente het terug, maar dit keer wel achter speciaal kunstglas. Wil dat niemand iets misdaan, dus ik snap er helemaal niks van. Waarom dat dan moet, ik snap dat niet. Zeg bedankt. Succes verder met uw uitzending. uitzending. Ja hoor, dank u wel. Dank u wel.